Hallo, vandaag wilde ik even de tijd nemen om iets met jullie te delen over de oorzaak van klachten. Ik heb namelijk net een video gezien van een hele interessante theorie, namelijk de wasmantheorie. En de wasmantheorie geeft eigenlijk een mooie metafoor van de oorzaak van fysieke klachten of van gezondheidsklachten. Het is namelijk zo, als je een wasmand hebt die helemaal uitpuilt en overloopt van was die gewassen moet worden, daar worden we niet blij van. Dus dan ga je de was wassen, ga je daar wat aan doen en ga je die items die daarin zitten opruimen, wassen en weer terug in de kast leggen, zodat het er allemaal weer netjes uitziet. Op een gegeven moment kan de deksel weer dicht van de wasmand en is het weer opgeruimd. Als je dan gaat kijken naar je gezondheid en de oorzaak van je klachten. Stel, je hebt last van je rug. Je hebt last van rugpijn en vervolgens ga je naar een fysiotherapeut of een masseur of de chiropractor en die past een behandeling toe en vervolgens heb je geen last meer van je rug. De rugpijn is weg en je voelt je weer goed. Dan wil dat niet zeggen dat de onderliggende klacht van die rugpijn ook daadwerkelijk helemaal is aangepakt. Wat je hebt gedaan, is je hebt de bovenste items van de wasmand die uitpuilt, heb je opgeruimd. De deksel kan weer dicht en het lijkt allemaal weer koek en ei. Het lijkt allemaal weer goed te zijn. Alleen vaak zie je dan dat de rugpijn na een paar dagen weer terugkomt. En dus daarom is het dus belangrijk dat je alle items van die wasmand opruimt en wast en weer terug in de kast legt. En niet alleen het bovenste deel, waardoor de deksel weer dicht kan, waardoor het voelt alsof alles weer goed is, maar eigenlijk is dat niet het geval. En een van de grootste vullers van deze wasmand zijn in mijn ogen de onderdrukte emoties die jij in je leven hebt opgebouwd. En dit is vaak een onbewust proces. Dus je bent je er niet van bewust dat deze emoties onderdrukt zijn. En als je je emoties onderdrukt, kan de energie in je lichaam niet goed meer stromen en kan dat dus op den duur zorgen voor fysieke klachten. En dan is het dus belangrijk om naast dingen als goede houding, bijvoorbeeld bepaalde triggerpoints wegwerken of bepaalde spierspanning losmaken met massages of bijvoorbeeld bepaalde wervels manipuleren door een chiropractor of kijken naar je voeding of kijken naar elektrosmog, stress, dat soort dingen, is het ook belangrijk om te gaan kijken naar die onderliggende emoties. En zo heb je allerlei verschillende vullers van die wasmand. Daar zitten broeken in, er zitten t-shirts in, er zitten truien in, er zit ondergoed in, er zit van alles en nog wat in. En het is belangrijk om dat zo breed mogelijk aan te pakken. Dus niet alleen kijken naar bepaalde fysieke spanningen en dat oplossen, of niet alleen kijken naar voeding, maar ook kijken naar de onderliggende emoties. En niet alleen kijken naar de onderliggende emoties, maar dus ook die andere dingen aanpakken. En als je dan gaat kijken naar dat stukje van onderliggende emoties, wat vaak voor, nou, ik denk wel voor 80% de vulling is van die wasmand, dan is het goed om te gaan kijken, dat kan dus ontstaan door dingen die je in je verleden hebt meegemaakt. Het kan zijn dat er in die wasmand nog ergens kinderkleding zitten. Onderdrukte situaties, situaties die in je jeugd veel impact hebben gehad en die je niet hebt verwerkt en die dus nu nog invloed hebben op hoe jij je voelt, zowel fysiek als mentaal als emotioneel. Het kan ook zijn dat er nog versleten kleding ligt. Dus dat of kleding die heel erg vies is, waardoor je die eigenlijk laagje voor laagje moet wassen
totdat het echt weer schoon is. Het kan ook zijn dat er kleding in ligt die versleten is, die waar de gaten in vallen of die helemaal uit elkaar gevallen en gefragmenteerd is. En dan zul je die ook stukje voor stukje weer bij elkaar moeten zoeken totdat het één geheel is. Of ervoor moeten zorgen dat je die kleding vervangt. En dat je dus oude overtuigingen die niet meer bij jou passen, die jou niet meer dienen, dat je die gaat transformeren naar overtuigingen of verhalen die je zelf vertelt, die wel bij jou passen, waar je wel sterk van wordt, waar je je wel goed van gaat voelen. En op die manier is het dus goed om te gaan onderzoeken van wat ligt er allemaal nog in die wasmand. En als je dan die eerste laag weghaalt en de deksel kan weer dicht, is het ook goed om te gaan kijken, om wat dieper te graven in die wasmand, om te kijken wat er tot op de bodem ligt. En op die manier, als je op zo'n manier gaat kijken, zul je gaan zien dat jouw gezondheid structureel gaat verbeteren. Dus dat je klachten niet tijdelijk weghaalt, maar dat je echt naar de onderliggende oorzaak gaat kijken en dat je dus structureel gezonder gaat zijn, je fitter en vitaler gaat voelen en je gewoon veel beter in je vel gaat voelen. Ik hoop dat ik je op deze manier weer een beetje heb kunnen inspireren om op een andere manier naar gezondheid te gaan kijken. En ik nodig je uit om eens te gaan kijken van wat ligt er allemaal in jouw wasmand. Tot de volgende keer.